Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we een depressiekrul herkennen in de buurt van Schotland. Het is een diepe depressie met daaromheen ook veel bewolking en ook veel wind. Als we de satellietbeelden in beweging zetten, dan zien we dat vanuit het zuidwesten er voorlopig nog geen einde komt aan de bewolking. Al is de bewolking in het oosten en zuidoosten van ons land iets dunner en breekt daar misschien nog even de zon door. Als dat gebeurt worden daar 18 tot 20 graden nog. In het westen en noorden blijft het kwiksteken bij zo'n 15 tot 17 graden vandaag. Ook vanavond nog veel bewolking, een paar opklaringen misschien. Halverwege de avond is het een graad of 17. De zuidwestenwind waait nog steeds flink, vrij krachtig boven land en een zeehard windkracht 7. Vana, vannacht gaat de wind geleidelijk aan wel afnemen, wordt dan matig tot krachtig. Verder komen er vanuit het zuiden meer opklaringen, wordt het ook op de meeste plaatsen uiteindelijk droog. En het koelt af tot een graad of 12. Dan morgen overdag ziet dit weerbeeld er eigenlijk heel aardig uit. Al vrij snel hebben we overal perioden met zon. En op veel plaatsen blijft het droog. Alleen in de noordelijke helft van het land zou misschien een enkele bui van zee binnen kunnen drijven. Het wordt 15 tot 18 graden en er waait een matige aan zee eerst nog krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Kijken we dan naar de dagen daarna, dan wordt het helemaal mooi weer, zeker op de donderdag en de vrijdag. Donderdag volop zonneschijn en dan 18 tot 23 graden bij een overwegend matige wind uit het oosten tot noordoosten. Op de vrijdag beginnen we met veel zonneschijn, maar later op de dag komt er meer bewolking in de hogere luchtlagen. Het wordt wel zeer warm, 26 tot 30 graden zelfs. En dat bij een matige zuid tot zuidoostenwind, die kan wel wat vlagerig zijn. Laat in de middag en in de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe vanuit het zuidwesten. In de dag na zaterdag en zaterdag overdag kunnen er meer regen- en onweersbuien gaan vallen. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nu, nog, nu nog niet helemaal duidelijk. Als de buien wat later op de dag gaan komen, dan kan het eerst in het oosten nog warm worden, 24 tot 28 graden zelfs. Maar komen de buien al vroeg op de dag, dan draait de wind al snel naar westelijke richting en stroomt koelere lucht het land in. Het wordt dan niet veel warmer dan zo'n 20 tot 22 graden. En als we dan kijken naar de kans op zomerweer, ook op de langere termijn, dan zien we dat duidelijk de vrijdag eruit springt 90% kans op 25 graden. De dagen daarna zakt dat heel snel terug naar 6 tot 8% na het weekeinde. Op de wat langere termijn neemt de kans weer iets toe. Maar over het algemeen hebben we te maken met normale temperaturen voor de eerste helft van juni, zo rond de 20 tot 22 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.